Goedemiddag, een hele tijd geleden dat ik weer een vlog online heb gezet. Er is ondertussen van alles gebeurd. Later in de vlog hoor je waarom dat zo lang heeft geduurd en wat er allemaal is gebeurd. Maar er komt van alles langs. Het heeft gesneeuwd, ik heb wat speciaals voor mijn schoenen aangeschaft. Ik ben ziek geweest. We hebben de straat versierd omdat het bijna carnaval is. Dus ga zitten, pak een kopje koffie en geniet ervan. Dit is vlog nummer 12. Goedemorgen, het is zaterdag 16 januari. Ik heb de hele week niet gevlogd en ik heb nu vrij weekend. Ik ben vanochtend de ochtend begonnen met een lekker ontbijtje, dat hebben jullie al gezien. En de rest van de ochtend ben ik tot nu toe alleen maar bezig geweest met de was in de machine duwen, de was opvouwen, mijn plantjes verzorgen, bloemen weggooien. En daar zijn we nu aanbeland. Ik moet even nieuwe bloemen gaan halen. Trouwens, ik ben super blij. Kijk, er ligt gewoon nergens sneeuw. Het is een beetje vochtig hier, maar sinds een uurtje begint het zonnetje langzaam te schijnen. Dus hopen dat het zo blijft en dat de sneeuw even Zuid-Limburg helemaal voorbij gaat. Voor mij hoeft het niet, laat die zon maar komen. Oeh, ik word blij van Netflix. Iedere serie die ik ooit downloadde, die wordt inmiddels gewoon online gezet. Dus ik hoef niet meer te zoeken naar afleveringen. Ik kan gewoon Netflix aanzetten op de Apple TV en tada! Damn, en ook hier sneeuwt het. Hopen dat de zooi niet blijft liggen, want hier heb ik weinig zin in als ik eerlijk ben. Goedemiddag, vrijdag 29 januari alweer. Hele tijd geleden dat ik een filmpje online heb gezet, maar er is ondertussen van alles gebeurd. Mijn buurvrouw hiernaast die brak vorige week haar voet. Zij is bejaard, kan dus niet meer alles zelf, heeft een man die hulpbehoevend is. Dus ik heb in plaats van hier op de bank gezeten, heel veel tijd daar op de bank gezeten. Wat dingetjes voor haar regelen, hulp regelen. Samen met uiteraard haar kinderen, wat dingen voor haar halen, enzovoort, enzovoort. En toen begon ik zondagavond een beetje keelpijn te krijgen. Wat erin resulteerde dat ik maandagochtend gewoon niet meer kon praten. Of alleen een beetje zo. Maar goed, dat is dus niet bevorderlijk om een vlog te maken. Want dan krijg je een stomme film en dat wil je natuurlijk ook niet. Vandaag ben ik in het ziekenhuis geweest voor de controle na mijn operatie die ik in december onderging aan mijn neus. En nou, ik ben met zeggen en schrijven anderhalve minuut in de spreekkamer geweest. De arts heeft even naar me gekeken en ik ben op en top in orde. Alles is helemaal genezen, het ziet er perfect uit. Dus het serentje kan me ademhalen. En ja, ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk blij mee, want ik slaap ook gewoon door. En na 7 jaar... 3 tot 4 keer per nacht wakker worden, 4 flesjes neuspray in de week gebruiken, is dit echt letterlijk en figuurlijk een verademing. Hopen dat ik het vloggen weer een beetje op kan pakken. Ik heb deze camera tenslotte niet voor niks gekocht. Het ding is duur, dus moet ook gebruikt worden. De komende tijd staat er voor mijzelf niet zo heel veel op de planning, maar ik woon natuurlijk in het zuiden en over 2 weken breekt hier de carnaval in grote hevigheid los. Zelf vier ik het niet, maar de straat moet versierd worden. En aangezien ik in de straatcommissie zit, ga ik daar wel aan meedoen. Dus ik wil even kijken of er nog verder wat leuke dingen voorbij komen die gefilmd kunnen worden. We gaan het zien. Ja, nou zou je wel denken, waarom heeft ze in hemelsnaam een schoen in beeld gezet? Nou, dat is eigenlijk omdat ik jullie wilde laten zien wat ik van veters in mijn schoenen heb. Hoezo? Het zijn toch gewone veters? Nou nee. Dit zijn namelijk U-lace veters. Het zijn allemaal losse vetertjes. En deze dus 7 losse vetertjes die elastisch zijn. Wat inhoudt dat je niet meer je schoenen hoeft te strikken en gewoon in kunt stappen. En je schoenen daarna toch nog strak zetten. Nou, dit zijn dus die vetertjes. Even opnieuw, want ik moet ze even scherp stellen, anders instellen. Zoals je ziet, ze heten U-lace. En aan de ene kant, aan de ene zijde is het gewoon een normale nestel, zoals aan ieder uiteinde van een veter zit. En aan de andere kant is het eigenlijk net een hol nageltje. En de bedoeling is dat je ze aan de binnenzijde van je schoen
allemaal achter elkaar legt en zo in elkaar zet, waardoor je dus zo'n mooie rij krijgt. Aan de binnenzijde, dus aan de linkerzijde en aan de rechterzijde. Het handigste is om eerst één zijde van de schoen helemaal in te veteren, ze allemaal netjes achter elkaar te leggen en dan van onder naar boven op de schoen, dus aan deze kant alles aan de andere zijde vastzet. Nou, en daarna heb je dus gewoon een schoen die eruit ziet alsof die normale veters heeft. Maar het voordeel is, je hoeft niemand te strikken en je trekt ze gewoon heel simpel aan en uit. Ik koop ze bij de Bristol. Ik ben toevallig vandaag dus geweest om een extra pakje te halen. En ze kosten nu 3 euro per pakje. In één pakje zitten 6 van die vetertjes. Je hebt er dus meestal 2 nodig voor één paar schoenen. Alleen ik had de pech dat ik 7 gaatjes in de schoen heb. Dus ik had 3 pakjes nodig. Je hebt ze eigenlijk in, ja, volgens mij wel 20, 25 verschillende kleuren. Je kunt ze zigzag, schuin. Nou ja, er staan tig patronen op. Volgens mij heb ik dit nog wel in de verpakking zitten. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar hoeveel manieren wil je hebben om je schoenen te kunnen veteren? Hier zie je ook al een beetje de kleuren. Ik heb zelf gewoon donkerblauw en wit en zwart. Maar ik wilde jullie dit trucje even laten zien, want volgens mij is het wel heel handig. Niet alleen voor mensen zoals ik die te lui zijn om hun schoenen te veteren, maar ook voor kinderen die nog niet goed kunnen strikken. Maar zoals je ziet, als ik een beetje licht heb, als je de schoenen aan hebt, ziet het gewoon uit alsof ik normale veters heb. Even heel makkelijk uit en weer aan. En toch, ze flubberen niet om je voeten heen, zitten lekker strak. Ideaal, ik raad het iedereen aan. Zo, dat was vlog nummer 12. Bijna een hele maand verwerkt, alhoewel het maar een paar dagen waren. Vanaf nu hoop ik het vloggen weer wat regelmatiger op te kunnen pakken. Ik hoop dat het wat beter weer wordt, dat we wat meer naar buiten kunnen, zodat ik niet alleen maar binnen zit te filmen, want dat wordt ook saai. Maar goed, ik ga mijn best doen en ik hoop jullie ook bij de volgende vlog weer te zien. Alvast bedankt voor het kijken. Vergeet geen reactie hier beneden achter te laten. Klik even op het duimpje als je hem leuk vond. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, klik ook even op de subscribe knop. Alvast bedankt en we zien elkaar de volgende keer. Doei!